heet Ilhan. Dit is mijn vriend. Mijn vriend heet Mujahedin. We gaan naar binnen om dansles te volgen. Meester, ik heet Ilhan van de Driehoek. En hoe heet u? Ik ben Scott. Waarom geeft u deze les? Omdat ik van dansen hou en via de school heeft mij ingehuurd om hier dansles te geven. Waar heeft u dat geleerd? Les. Ik heb daarvoor op school gezeten. Op de ALO. Dus voor gymleraar. En wanneer heeft u dat geleerd? Vanaf 2005 tot 2010. Hoe vindt u het om kinderen les te geven? Leuk. Ik heet Esma. Hoe heet jij? Sukeda. Hoe heet jij? Shafia. Wat vinden jullie van deze les? Ik vind het een hele leuke les. Ja, ik ook. Hetzelfde als Esma. Ik ook. Welke school heeft u nog meer les gegeven? Ik woon zelf in Amsterdam, dus ik geef in de buurt van Amsterdam geef ik les. Ik geef in Zaandam op eiland geef ik nog les, dat is ook breakdance. En in Amsterdam Noord heb ik ook nog workshops waar ik breakdance dingen doe. Maar het is niet vast, het is alleen voor een korte tijd. We leren hoe je moet breakdansen, hoe je moet dansen. En elke week leren we een nieuw dansje. We leren hoe we samenwerken eigenlijk en we leren gewoon om met streetdance te spelen en zo. Streetdansen, dansen. Ik hou van kinderen. Ik vind het leuk om dansles te geven, want dat vind ik zelf ook leuk om te doen. Dus ja, dat is een beetje aan het lesgeven. Voor uw interview. Graag gedaan.